Als je in Groningen gaat studeren, wil je natuurlijk ook een echte Groninger voelen. En dat betekent niet dat je de Martini-toren moet gaan beklimmen, want dat is voor toeristen. Hoe je wel een echte Groninger wordt, ga ik je nu laten zien. Eet een echte Groningse eierbal. Eierbal. Maar we hebben nog een aanspraak met zo'n eierbal, zag je dat? Sexy. Een eierbal is sexy. En blus de eierbal af met een typisch Gronings studentenbiertje. Cheers. Eierbal. Als echte Groninger ga op de foto met de KNVB-beker. Waar ik in geloof. Dit is voor de stad Groningen. Zijn. Het wordt volwassen en beter zoals een goede wijn. Hier wordt het feestje gevierd zoals het moet zijn. Wordt er gescoord en zit die voeten van de vloertijd. Je bent de Groninger. Een echte Groninger die weet hoe het Grunningslied gaat. Nou, we gaan eens even kijken. Er staat geen tekst bij, dus je moet improviseren. Maar ik denk dat het in één keer goed kan. Aangezee tot Dollartouw. Groningse vlag, mooi. Tot aan het wat. Nu ga ik echt maar een hoge rand. Is Grun is dat een onbeland? Een bronkje wel en Gorand is stad en onbeland. Geniet van een echte Groningse eierbal. Lekker zo'n eierbal. Neem een eierbal. Doe je te goed aan een eierbal. Lekker die eierbal eten. Eierbal. Eierbal. Slecht voor de lijn? Goed voor het geluk.